Van Vrolijk Haakmeisje. Welkom bij een nieuwe vlog. Leuk dat je weer kijkt. Altijd gezellig. Het is koud buiten. Oh, ik moest vanmorgen de kinderen naar school brengen. Jelte naar de peuterspeelzaal. Ninten gaat naar groep 3. En man, wat is het koud. Nou ja, mag niet piepen, want het is natuurlijk maar om de hoek voor ons om naar school te gaan. Maar goed, het is ook wel echt een heerlijk sfeertje. Alles is bevroren, alles is prachtig buiten. En nu schijnt het zonnetje zelfs uitbundiger bij. Je ziet hier de zon vanuit dat raam. Ik heb hier ook een heel groot raam. En ik heb daar gewoon nu het gordijn van dicht gedaan. Want anders dan was ik gewoon overbelicht. Nou ja, dat is ook wel eens anders in de winter. Want ik heb ook wel eens filmpjes die worden zo donker dat je, ja, dat je nog moet gaan nabewerken om het een beetje licht te krijgen. Nou, ik heb ook even mijn kerstbeker erbij gepakt. Die heb ik vorige week gekocht bij juffrouw Pollewop in Dordrecht. Van Rice is deze beker. Dus van deze kerstcollectie met een super schattig lepeltje met een koekmannetje erop. En hier op het steeltje staan nog allerlei leuke kerstblaadjes. Nou, helemaal in de sfeer. Als het goed is heb je net ook een stukje van onze kerstboom of ons kerstdorpje gezien. Nou, het is helemaal gezellig. Ik hou echt van deze tijd van het jaar. Ik heb vooral meer moeite met de tijd na kerst en oud en nieuw. Als het dan nog steeds heel donker is buiten en nog steeds heel koud. Maar er is geen gezellig liefdevol feest meer waar je dan naar uitkijkt. Iedereen ruikt zijn kerstspullen weer op en het wordt gewoon weer wat simpeler en zo. Ja, dan krijg ik het vaak een beetje zwaar. Dat vind ik wel wat moeilijke, donkere tijd. En dan als het dan een beetje maart, april wordt, ja, dan leef ik weer op. Maar goed, het komt altijd goed. Komt altijd goed. Ik heb wel 5 projecten af die ik ga laten zien. Ik ben met 2 projecten bezig. Dat is niet veel. En dat is eigenlijk wel prima, merk ik nu. In mijn hoofd wil even geen deadlines en geen 10 dingen tegelijk. En dat komt zo wel, ga ik hem hierover vertellen. En ik heb 1 nieuw project klaar liggen. Maar goed, daar ga ik pas aan beginnen als 1 van de 2 projecten waar ik nu mee bezig ben af is. Dus, maar ik begin met wat ik aan heb. Ik zet hem heel even op pauze. Ik heb af en toe een heel vervelend kriebelhoesje en die is best hard. Dus dan zet ik hem even op pauze als ik moet hoesten. Ik begin met wat ik aan heb en dat is deze haarband van stof met ijzerdraad eromheen. Dus hij komt eigenlijk achter vandaan hier aan. En dan wikkel je hem zo. Zie je deze 2 punten, die heb ik hier ingestopt. Oh, dit flubbertje dat... Maakt niet zoveel uit, dat stop ik eronder. En deze heb ik gekocht bij Kiezel 4. En zij maakt heel veel kleuren van deze leuke haarbanden. En deze heb ik een keer bij haar gekocht. Ik moet zeggen dat ik hem niet heel vaak draag. Dat komt toch denk ik doordat ik dan bij mijn oren hier dat ijzerdraad voel. Of hiervoor dat ik dat voel drukken. Maar als je dat voelt kun je op zich wel weer even wat... druk teruggeven, zodat het ijzerdraad net wat de andere kant opbuigt. En dan zit hij wel weer prima. En eerst dacht ik ook altijd dat hij onder mijn haren moest. Maar ik heb heel dun haar, dat kun je wel een beetje zien. Hier, dit is zo'n beetje alles. Dus als ik een haarband onder mijn haar draag, dan gaat het altijd een beetje omhoog staan. En dat vind ik een beetje een gek gezicht. Maar ja, zo kan het natuurlijk ook prima. Vind ik ook wel leuk een keer.
Deze oorbellen zijn van Mimosa Clay Design. Ik hoop dat ik het woord Mimosa goed uitspreek. Hele leuke oorbellen maakt zij. Wel over het algemeen wat meer neutrale kleurtjes. En deze roze vond ik in haar webshop, dus die wilde ik graag kopen. En de jurk is van Tante Betsy. Het is eigenlijk een zomerjurk, kijk maar, want hij heeft mouwen tot hier. Ik had er net ook een truitje overheen, een roze truitje, maar het is dus heel flats roze. En ik zag op beeld dat dat gelijk niet zo heel goed deed aan mijn gezicht. Ik wil namelijk heel graag truien dragen, maar ik heb een paar gekochte truitjes zoals die flats roze. Maar ik wil ze natuurlijk heel graag zelf breien en dan dragen. Maar ja, dat gaat niet zo snel. Ik denk dat ik deze winter misschien één trui dit jaar afkrijg. En dan nog misschien eentje aan het begin van het nieuwe jaar. Maar ja, ik kan niet turbo breien en dan roets allerlei vesten en truien maken. Dus ja, misschien dat ik een mooie gebreide trui ergens op de kop kan tikken. Of een vest. Maar goed, ik heb de houtkachel aan en het is hier eigenlijk best lekker. En anders dan trek ik zo meteen alsnog die trui aan. Maar goed, deze jurk is van het afgelopen zomerseizoen van Tante Betsy. En ja, die heeft dus die hele leuke gehaakte print in hele leuke kleurtjes. Die ook prima in de winter kunnen met een dikke panty en een vestje of truitje erover. Dat vind ik altijd wel lekker. Dan kun je het een beetje doordragen. En nu gaan we verder, want ik heb heel veel leuke dingen af. Gek genoeg heb ik dus de afgelopen tijd heel veel amigurumi gehaakt. Terwijl ik helemaal niet zo fan ben om amigurumi te haken. Ik vind het eindresultaat vaak ontzettend leuk. Maar het haken met gemasseriseerd katoen vind ik zo niet prettig aan mijn handen. Het is heel stug en het gaat niet soepel als je haakt. Dus ik prik ook steeds per ongeluk in mijn vinger met de haaknaald. En die draad glijdt dan door deze hand. En op een gegeven moment ga je dat heel erg voelen. Dat dat best wel hard materiaal is. Maar goed, maakt niet uit. Ik heb mezelf even overwonnen. Want er moesten een paar hele leuke dingen gehaakt worden. De eerste die ik ga laten zien is trouwens ook niet met katoen gehaakt. Maar is net als de flamingo uit dit boek. Met durable velvet gehaakt. De flamingo ligt niet in de buurt. Dat is deze. Die heb ik onlangs. Even laten zien. Heb ik onlangs voor Ninte gehaakt. En toen wilde Jelte natuurlijk ook een leuke knuffel uit het boek. Ik had hier even laten zien. Dan zie je er een heel aantal. Dan zie je een beetje wat erin staat. En ze zijn dus allemaal met durable velvet gehaakt. En soms voor bepaalde onderdelen een andere garen van durable. En ik heb dus deze leuke kwal gehaakt. Nou, hij is echt super schattig op de foto en in het echt ook. Want ik heb dus niet gebruik gemaakt van deze lila, roze, oranje, blauw, mint kleurtjes. Maar, tadaa, van mintgroen en groen en blauw. Een beetje dat soort kleurtjes. Nou, het was in het boek staat dat je één bol nodig hebt voor de kwal zelf. Maar daar heb ik het niet mee gered. En nu ik hem klaar heb, denk ik ook waarom. Ik haak toch vrij los. Ik zie nu dat de verhouding met hoe de ogen op de kwal zitten. En als ik het vergelijk met het boek, dan is de kop iets kleiner. Nou, op zich maakt het niet uit, want Jelte vindt hem geweldig. En die vindt hem heerlijk om mee te knuffelen. Maar ik kwam niet uit met deze rand. Kijk, hier is de rand wel zo lang als die moet zijn. Maar op een gegeven moment kwam ik te kort en hierachter is die dus iets korter en had er eigenlijk nog één toer op gemoeten. En ook de onderkant had nog met velvet gemoeten, maar heb ik nu gewoon met een andere kleur gedaan. Maar ja, dat vind ik echt, dat zie je niet. Ja, weet je, die bollen zijn meer dan 5 euro. En ik had echt zoiets, ja, om voor dat kleine stukje dan een bol extra te kopen, dat vind ik gewoon een beetje zonde. Dan lossen we het wel weer op een andere manier op. Ook de slierten moesten allemaal met velvet, maar heb ik allemaal met restjes durable cozy fine gedaan. En dat is grappig genoeg toch met dezelfde dikte haaknaald. En krijg je dus ook prima slierten.
En dat is ook een hele leuke manier waar je dat doet. Je haakt eigenlijk gewoon steeds met één kleur in een cirkel op die onderkant. Nou, dat staat natuurlijk al in het patroon, daar ga ik niet verklappen hoe je dat precies doet. Maar je hoeft dus niet allemaal losse slierten te haken en die daarna vast te naaien. Maar je gaat wel best wel cirkelend door en daardoor krijg je toch wel een lekkere mix van alle kleurtjes die erin zitten. Nou, ik ben er gewoon heel blij mee. Hij is leuk gelukt. Die ogen die waren bijna nergens te krijgen in gewone lokale yarn shops, wolwinkeltjes. Dus die heb ik besteld volgens mij bij Crea Mijn. Maar ik kan het ook fout hebben. Dat weet ik niet meer precies. Dus, nou, helemaal leuk. Helemaal schattig. Ik dacht, ik moet hem gauw laten zien voordat hij zijn vorm kwijtraakt. Want doordat hij toch vrij los is, is hij ook niet... Ja, ik vond het echt, als ik hem nog strakker op ging vullen, dan werd het hoofd nog groter. Doordat er op die velvet best wel een beetje rek zit. Nou, dat vond ik niet zo mooi. Maar goed, daardoor is hij wel wat vormbaar. Kijk, je kan hem zo plooien. Dat is denk ik niet helemaal de bedoeling. En iemand pakte hem pas al aan de punt vast en toen kreeg hij een punthoofd. Kijk, dat is ook een beetje jammer. Maar goed, weet je, het is een kinderknuffel en daar hoef ik niet... Het hoeft niet voor de sieren op een plank te staan en hij is gewoon super schattig. Maar goed, de volgende keer zou ik dus een haaknaald kleiner pakken voor het hoofd. Zodat dat iets minder groot wordt. Hij is verder super leuk, super schattig. Ik keek hem echt onder mijn haaknaald vandaan. Ik zat die slierten te haken en hij trok elke keer al aan het stukje wat af was. Ik dacht, bijna klaar, bijna klaar. Ja, gewoon superleuk als het gewaardeerd wordt, hè, wat je maakt. Als het in dank afgenomen wordt. En dit waren dus allemaal restjes. En dat voelt er gewoon echt super fijn als je restjes op kan maken. Dat is echt heerlijk. Dat was het eerste project wat af is. Nog een project. Wat me uiteindelijk meer tijd kostte dan ik dacht, maar wat wel is gelukt, dat zijn deze kerstballen. Uit het boek van Tante Setje, Wintertijd. Ik had een krans nodig van dat piepschuim, maar dat harde piepschuim, siroppoor. Ik weet niet hoe het heet. En ik ging dat op zo'n speciale website bestellen. En toen dacht ik, oh, laat ik gelijk 15 ballen mee bestellen. Om die kerstballen te haken. Maar 15 ballen is best veel als je bedenkt dat er in één bal twee helften van 7 toeren. Dus 14 toeren per bal. Keer 15 ballen. Nou, die rekensom kan mijn hoofd al niet meer aan. Jawel, dat kan ik wel. Dat is volgens mij 160, maar... Nee. 10 keer 5. Laat maar. Oh, ik kan best hoofdrekenen, maar als je dan weet dat mensen aan het wachten zijn op je antwoord, nee, dan word ik zenuwachtig. Ik weet het antwoord heus wel. Maar goed, dat waren dus heel veel kleurtjes aanhechten en afhechten en draadjes wegwerken. Dus dat viel ergens een beetje tegen om te doen. En op een gegeven moment hadden wij de kerstboom ook opgezet, waren die ballen nog niet klaar en had ik er allerlei andere kleine leuke balletjes en... van die leuke ornamenthangers inhangen. En ik denk, ja, volgens mij is die boom gewoon vol. En kunnen die gehaakte ballen er niet eens meer bij. Dus ik zei tegen Niels van, nou weet je, ik verkoop ze wel, die gehaakte ballen, als ze af zijn. Nou, hij was gelijk heel verontwaardigd. Zo van, ben je mal, die moeten erin. En nou ja, je hebt waarschijnlijk het stukje gezien waar ze in de boom hangen. En ik ben er heel blij mee. Het is juist nog leuker en nog completer zo. Dus, ja... Dit heb ik allemaal met restjes gemesseriseerd katoen gehaakt. Dus dat was ook met katoen haken. Al scheelt het wel dat je dan geen vaste hoeft te haken, maar allerlei variaties op halve en hele stokjes. Dus dat haakt dan iets minder stug. Ja, ik ben er heel blij mee. Toch heel trots dat ik ze heb afgemaakt. En niet in een hoekje heb gegooid, want dat is... Ik kan gewoon moeilijk een project niet afmaken. En op zich moet ik daar heel blij mee zijn. Want ik heb dus nergens verder onafgemaakte projecten liggen. Maar het is soms ook een beetje irritant. Dan wil mijn hart eigenlijk lekker aan mijn trui werken. Dan wil ik gewoon lekker breien of iets anders doen. Maar dan zegt mijn hoofd, nee,
eerst afmaken waar je aan begonnen bent en dan wat anders. Het is wel gelukt. En nu kan ik dus alsnog lekker aan mijn deken en mijn trui werken. Uit het boek van Tante Setje. Ik zal even het boek laten zien. Een super vrolijk wintersboek. En er staan ook andere patronen in. Zoals niet per se kerstpatronen. Dus na kerst is dit boek natuurlijk nog steeds heel leuk. Want ja, warme sokken. Hier hele leuke gehaakte sokken. Een hele grote deken. Hier zijn dus wel wat kerstpatroontjes, maar die is natuurlijk altijd heel de winter leuk. Kaarsen kunnen altijd. Placemats, ja, dezelfde vorm van een ster, maar ja, dat is natuurlijk prima. Oh ja, deze vind ik ook zo schattig. Een slinger met gehaakte knijpertjes om je kerstkaarten op te hangen. Ja. Schattig. En hier dus de gehaakte kerstbal. En er staan twee varianten in. Deze kerstballen zijn 7 centimeter in de doorsnee. En er is ook een patroon. Ja, hij lijkt er wel op hoor. Het is niet per se compleet anders. En die is voor een bal van 6 centimeter doorsnee. Nu moet ik zeggen, omdat ik dus blijkbaar zo los haak, waar ik eerst geen erg in had, heb ik bij... Nou, je hebt dus 7 toeren per helft. Dus dit is 1 helft, dit is de andere helft. Maar op een gegeven moment was ik met die laatste toer bezig. Dus deze was ik met 7 toeren. En ik wilde hier die 7e toer gaan doen. Ik denk, nee, dat wordt veel te wijd. Dan krijg ik echt zo'n flubberhoesje eromheen. Dus ik heb bij de laatste toer, maar bij 1 helft, die 7e toer gedaan. En daarna heb ik ze, of ik heb ze eigenlijk al hakend gelijk dicht gemaakt. Ik had ook niet zo'n zin om dan nog apart te gaan naaien met een draadje. Ik ben wel, dat heb ik ook ontdekt, ben wel een beetje van het gemak. En dat, ik vind dat dat mag, ieder zijn ding. De een wil het heel secuur en precies doen zoals het er staat. En ik heb zoiets van, ja, als ik het met steeds een halve vaste tussen die groepjes ook vast kan maken. Ja, dan ben ik in één keer klaar. Dan hoef ik niet daarna nog een keer draad aan te hechten, draad af te hechten. En met mijn afhechtdraad, dus de laatste halve vaste die ik heb gehaakt, heb ik gelijk een lange lus gemaakt. Daar een knoopje omheen. En klaar. Dus het was echt in één keer deze toer en het ophanglusje. Want je ziet dus dat het ophanglusje bij elke bal een andere kleur heeft. De kleur van de laatste toer. Nou. Ja. Het is toch leuk om het je soms een beetje meer eigen te maken. En je eigen draai aan te geven. Je hoeft echt niet per se alles volgens het boekje te doen. Volgens het patroon. Je mag het ook echt wel op je eigen manier doen. Dan een heel groot project. Heel groot, ja, dat was wel een vrij groot project. Wat helemaal niks met kerst te maken heeft. Maar wel met Pasen. Ik werd gevraagd voor Gek op Haken of ik een paaskrans wilde ontwerpen. En dat vond ik natuurlijk een superleuk idee. Maar het was wel een beetje gek om in zo'n kerstperiode, winterkerstperiode met vrolijke bloemetjes en schattige konijntjes en kuikentjes bezig te zijn en eieren. Maar goed, het was ook wel weer heel leuk om te doen. Ik kreeg er ook alweer een beetje zo'n lekker ja, lentegevoel van. Ik heb deze krans dus tegelijk besteld als de ballen voor de kerstballen. Hier zit dus zo'n styropor krans in van 30 centimeter doorsnee. Ik heb eerst de hoes ontworpen. Eromheen genaaid. Ik heb dat expres met witgaren dichtgemaakt, zodat ik ook duidelijke foto's kon maken hoe je dat precies doet voor in het patroon. Maar normaal zou je dat natuurlijk met een ja, met dezelfde kleur doen of met een wat onopvallendere kleur. Maar het is de achterkant, dus dat zie je niet. Ja, groen is natuurlijk het gras, blauw is de lucht. En toen de hoes klaar was, heb ik volgens mij als eerste de eieren ontworpen. Leuk versierd met streepjes en stipjes. Daarna volgens mij de bloemetjes. Toen het schattige haasje. Kijk, wat een dotje. Is toch lief. Met een jurkje aan, dat wilde ik graag. Dat had ik al een beetje in mijn hoofd. En een mandje aan haar arm. Zodat ze er eitjes mee kan nemen. Misschien heeft ze ze al wel uitgedeeld. Een kuikentje erbij.
Vond ik ook wel heel schattig om te doen. Nou, en zo is die af. Ophanglus eraan. En ik had die zo aan de muur. Ik dacht, hij is ook echt super leuk voor op een peuterspeelzaal of een basisschool. Als je ja, alles in een leuke paassfeer wil versieren. Maar ook gewoon keileuk voor in huis. Ja. En je kunt als je deze kleuren te heftig vindt natuurlijk ook voor meer pasteltinten kiezen. Het garen wat ik hier heb gebruikt is van Langyarns Handarbeid Garn. Garn? Ik spreek geen Duits. Mijn achternaam is wel Duits, maar ik spreek geen Duits. Een klein beetje. maar dat was heel grappig, want die doos die werd wel vanuit Duitsland gestuurd. En daar stond dus mijn naam en adres op. En er stond echt vrouw Jantine Vlag. Nou, dat vind ik dan wel echt heel grappig. Als je dan je eigen achternaam, Vlag is Duits, met vrouw op zijn Duits. Ja, echt. Heb ik wel echt om moeten lachen. Ja, dat garen is dus gesponsord ook door Langyarns. Dus daar was ik heel blij mee. Ik wilde dit dus ook niet met katoen haken, omdat ik ja, daar zelf gewoon echt niet blij van word om mee te haken. Ik bedoel dus de dunne katoen. En dit is ook katoen, maar het is de dikkere. Plus het is niet gemasseriseerd, dus het heeft een wat meer naturel look op het garen. Kijk, het heeft niet dat glimmertje. Dat vind ik dan ook wat mooier bij zo'n krans, dat wat iets matter is. Nou, echt, ik word hier heel blij van. Heel schattig. En ook wel leuk dat konijntje, behalve de oren dan, maar je begint met haken boven op het hoofdje. Dan haak je naar beneden, dan minder je voor het hoofdje. En daarna midden je voor het lijfje. En volgens mij, maar dat weet ik dus even niet meer zeker. Oh ja, nee, inderdaad. Dus je haakt het hoofdje en het lijfje in één keer. En de armen en de benen, die haak je allemaal op dezelfde manier. Maar ook echt super simpel, echt super snel. Dus dit is echt een patroon, een hele complete krans die je heel snel kan haken. Omdat het garen wat dikker is en het patroon dus ook wat... ja, wat minder ingewikkeld is. Leuk toch? Ja. Nou, dan heb je mijn vorige... Als je mijn vorige filmpje hebt gezien, dan heb je gezien dat ik een sjaal ging haken in allerlei kleurtjes acryl. Die heb ik dus ook af. Maar die had ik dus op dat acryl filmpje ook af. Maar voor de compleetheid... Ik mag geen woord compleetheid. Voor het complete plaatje is het wel leuk om hem even te laten zien. En ik heb hem dus echt al zo'n beetje elke dag gedragen. Omdat hij zo lekker warm is. En dat komt omdat ik hem met dubbele draad heb gehaakt. En dan is hij ja, extra dik. En wordt hij niet zo open tussen de steken. Hij is zo lekker. En die kleurtjes, oh, daar ben ik zo blij van. We waren zaterdag in Dordrecht, Niels en ik samen. De kinderen mochten even bij een dagje bij oma spelen, bij opa en oma. Dus die hadden we eerst weggebracht en daarna gingen we naar Dordrecht samen. En ik had deze sjaal aan, samen met een lichtblauwe jas van tante Betsy. En ik had een muts op die ook in mijn boek staat. Met de kleurtjes kwamen wel een beetje overeen met deze sjaal. Nou, ja, ik heb dat dan niet zo door. Ik trek dat thuis aan, want ik denk, oh, lekker vrolijk. Oh, ik had ook nog roze wanten. Lekker vrolijk, lekker warm. Maar goed, ik ben dus uiteindelijk in Dordrecht wel door 3 of 4 mensen in winkels of op straat aangesproken. Omdat, oh, wat zie je er vrolijk uit. Ik dacht echt, oh, één vrouw, een Engelse dame, die volgde een rondleiding. En die kwamen we later tegen bij een stroopwafel tentje. Het was een hele knusse date hoor, van Niels en mij. We hadden echt allemaal schattige knusse dingetjes gedaan. Zoals warme stroopwafel eten. En toen we daar in de rij stonden, stond er een Engelse dame achter ons. Die wilde eerst iets vragen over wat het nou precies was en zo. Zei ze, in het Engels, toen kwam ik niet naar, en zei ze, ja, ik zag je net al ergens lopen toen we die rondleiding volgden. En toen dacht ik al, oh, wat ziet die mevrouw er vrolijk uit. Nou, ik werd er een beetje zenuwachtig van, maar ik vond het ook wel echt heel, ja, heel leuk om te horen. Maar
op een gegeven moment denk ik, oh, volgens mij val ik een beetje op. Dus ik trek nu deze sjaal ook wel eens aan met mijn donkerbruine jas. Dat is iets minder heftig. Maar goed, ja. Weet je, aan de andere kant, trek gewoon aan waar je blij van wordt. En blijkbaar worden andere mensen er dan ook blij van. En denken ze misschien, oh, laat ik de volgende keer niet die donkere jas aan doen, maar die, die lichte jas. Of ik trek die vrolijke sjaal erbij aan. Weet je, een beetje kleur kunnen we allemaal wel gebruiken in deze wereld. Het zijn al van die donkere tijden en er gebeuren zoveel heftige dingen. En het is gewoon geen makkelijke, easy tijd nu. Daar moeten we gewoon eerlijk in zijn. En als ik iemand blij kan maken met een vrolijke sjaal of door dit filmpje te maken, dan word ik daar ook blij van. Dus helemaal top. Deze kochten we dus ook afgelopen zaterdag in Dordrecht toen we daar zo lekker aan het daten waren. Altijd leuk samen op date. Dan word ik helemaal. Ik ben eigenlijk al heel verliefd op mijn man, maar dan word ik gewoon nog meer. Ja, echt. We zijn nu ruim 10 jaar samen. Nee, dat zeg ik niet goed. Aanstaande april, 4 april, hebben we 10 jaar verkering. Volgens mij. En dan zeggen ze altijd, als je net verkering hebt, we waren ook jong, ik was 18. En zegt iedereen, ja, wacht maar hoor, die verliefdheid, dat gaat wel over. Nou, ik weet niet hoor. Niels moest afgelopen nacht een nachtje weg in een hotel. Ik mis hem vreselijk. Nee hoor, echt. Als ik zijn auto eigenlijk zie komen, dan word ik helemaal blij. Dus we zijn nog steeds dol verliefd op elkaar. En ja, daar ben ik gewoon heel blij om. Toch? Is toch niks mooier dan dat? Nou, nu hou ik op met mijn gezwijmel, want straks gaat iedereen wegklikken en denkt iedereen, nou, ja, ik heb nog één ding af. En, oh nee, ik was toch nog niet klaar met zwijmelen. Ik ga nog even verder. Ik heb namelijk de vorige keer laten zien dat ik voor Niels een amigurumi aan het haken was. Daar was ik, als het goed is, mee begonnen toen. Uit het boek Lula en Co. Een vrolijke bende amigurumi figuurtjes. Zoals deze twee schattige kindjes. Maar ook opa. En ik had het boek gekocht. Ja, ik weet dat ik inderdaad weer dat ik er de vorige keer over heb verteld. Dat Niels mij stimuleerde om dit boek te kopen. Want ik zat er naar te kijken. En ik had wel zoiets gezegd dat ik hem zo leuk vond. Deze vind ik ook zo schattig. Misschien dat ik die nog wel voor mezelf ga maken. Maar goed, hij had dat boek dus zitten bekijken. En hij. Oh ja, oh, wacht even. Hij vond dus die opa zo geweldig. Maar kijk dit. Deze man. Met die tatoeages. En die je dan ophaakt. Nou, echt. Veeg me op, hoe krijg je het verzonnen? Vind ik echt fantastisch. Maar hij had dus de opa gezien en die vond hij echt geweldig. Vooral ook omdat opa een radio in zijn hand heeft en haren op zijn benen heeft en een super vrolijk bloesje aan. Nou ja, ik snap hem helemaal. Ik vind het ook echt een geweldig patroon. En. Daar is opa. Helemaal af. Begon met zijn voeten. En het leuke is, je haakt dus gelijk die sandalen, slippers en sokken mee. En dan haak je zo zijn been. Ik laat hem wachten. Dus trek zo zijn kleertje uit. Nou, dan haak je op een gegeven moment. Kijk, hier zie je dat een beetje. Haak je zijn badpak. En dat is ongeveer tot hier. En dan haak je weer verder met zacht roze voor zijn lijf. Dan haak je losse armen en een los hoofd. Bij het hoofd bleek ik opeens toch te weinig van dat hele licht roze garen te hebben. Dus daar heb ik toen nog een bolletje van bijgehaald om zijn hoofd af te kunnen maken. Ja, ik vind zijn snor ook best goed gelukt. Ik vind dat ophaken of opborduren van. Mond, neus, nou, wenkbrauwen heeft hij ook gekregen. Kijk maar.
klein beetje zie je dat. Vind ik altijd een beetje spannend. Dat lukt me ook lang niet altijd. Nou goed, het is best goed gelukt. Dan mag je zijn haren borduren. Nou, dat is natuurlijk ook hilarisch, want hij is hier achterop kaal. Hij heeft niet zo heel veel haar meer. Het is ook echt zo'n lekkere peper- en zoutmix van wit en grijs. En diezelfde kleurtjes, wit en grijs, borduur je dus ook op zijn benen en op zijn borst. Oh, ik zie dat er al wat los gaat. Daar was ik al bang voor. Ik heb knoopjes op de blouse geborduurd. Maar omdat daar, er staat een beetje druk op. Dus nu is het draadje los. Moet ik even op een andere manier aanhangen. Nee, maakt niet uit, is gelijk zo'n blouseje open. Op de blouse zitten van die lekkere exotische bloemen en een palmboom. Je kon dat ook anders doen. Je kon ook zeggen, ik doe alleen bloemen of ik doe twee palmbomen. Nou, dat is allemaal mogelijk. En ik vond de combinatie wel leuk. Echt zo'n Hawaii blouse. Die heb ik van de week afgemaakt samen met de broek. En als laatste haak je dan de radio. En ik heb die gewoon vastgenaaid aan zijn armpje. Ik denk namelijk dat Niels deze wil gaan in zijn bus, in zijn werkbus wil gaan zetten of zo. Ja, en dan is zo'n losse radio jammer, want die raakt gewoon kwijt. En Niels is natuurlijk ook geen kind die zegt, ah, ga zijn zijn blouseje uitdoen, zijn broek uitdoen. Maar het is nu wel even leuk om te laten zien wat eronder zit. Dus dit is zijn broek. Die moest eigenlijk met allemaal toeren vasten. Maar ik heb die twee aubergine, of die streep met aubergine heb ik in plaats van drie toeren vaste, heb ik daar twee toeren halve stokjes gedaan. Ja, dat haakt gewoon wat lekkerder weg. Dat vind ik net iets sneller gaan dan alleen vaste. Ik hou gewoon niet zo van vaste. Ieders ding. Kijk, dit is dit vind ik trouwens ook een beetje jammer. Er zijn maniertjes voor, maar goed, weet je. Niels gaat hem toch niet zo gebruiken en de kleren gaan erover. Dit haak je eraan vast. Dat is wel, zit los. En dat zet je dan hiervoor vast met twee knoopjes. Ik heb gewoon knoopjes geborduurd, Franse knoopjes. Dit is dus een badpak. Kan die in zwemmen. Maar hij heeft liever zijn kleren aan hoor. Opa die is best wel trots op zijn korte broek en zijn blouse. Nou, en deze krijgt Niels cadeau, want die is over 3 weken jarig. En ik vind het eigenlijk wel heel toepasselijk, want Niels gaat een nieuw tiental tegemoet. Hij is nu nog een 20er. En hij wordt op 1 januari 30. Nou, hartstikke leuk. Er past wel een opa bij. Komt toch ietsje dichter bij die leeftijd, hè? Ik zit hem er echt mee te plagen, maar hij vindt het een beetje erg. Maar ik zeg ook, ja weet je, het is een prachtige leeftijd en je bent gewoon, ik kan het ook zo zien, je bent geen kleine jongen meer. Ik vind jarig zijn juist altijd heel leuk en het is voor mij altijd reden om dankbaar te zijn juist. Dat je er nog bent, dat je gezond bent. Ja. Jarig zijn is gewoon een feestje. Het lijkt mij ook als ik heel oud word, denk ik, hoop ik. Probeer het leven altijd wel positief te zien. Nou, dit is dus opa. En hij weet dat ik hem aan het haken was. Ik was eigenlijk in het geheim begonnen. Maar hij vroeg dus, toen ik ermee bezig was, in het geheim, vroeg Niels aan mij. Ja, je zou toch nog die opa voor mij haken uit dat boek? Ja, en dan kan ik dus echt geen geheim bewaren. Dus toen heb ik het verteld en toen heb ik laten zien hoe ver ik was. Maar toen was ik dus echt nog maar, had ik alleen twee benen en een stukje lijf. Volgens mij, en toen heb ik hem laten zien. Maar goed, toen zei hij zelf, oké, ik wil hem eigenlijk hierna niet meer zien. En ik vergeet het wel. Want ja, als het voor mijn verjaardag is, dan is het toch wel leuk als het een verrassing is. En ik denk dat, dat hij dit een hele leuke verrassing vindt. Ik heb trouwens de klusjes uit het broek geprobeerd terug te laten komen, ook in het jasje. Vestje, bloesje. Kijk maar, die bloem is dezelfde kleur als die. En de blaadjes aan de bloemetjes, dat zijn weer dat mintgroen. En de radio is dan ook weer mintgroen. Nou, helemaal leuk. Maar goed, voor nu ben ik wel weer even klaar met amigurumi. Dat op een gegeven moment dan
ja, wil ik gewoon lekker weer wat grover haken en wat ja, andere dingetjes. Dus dit waren de 5 projecten die ik af heb. En dan kan ik nu gaan laten zien waar ik mee bezig ben. Ik ben dus mijn restjes acryl aan het opmaken. Ik had nog best, heb nog steeds best een hele hoop. Maar ik hoop en ik denk dat die allemaal in de deken gaan waar ik nu mee bezig ben. En die staat in het prachtige boek Cocoon van Laura en Janneke. En misschien heb je mijn deken al langs zien komen, want ik heb er het beginnetje gedeeld op Insta. Ik denk gisteren of eergisteren. Ik ben namelijk het voddenkleed aan het haken. Ik ga hem niet op deze manier ophangen aan de muur. Dat kan ook. Maar het wordt bij mij gewoon een deken. Zoals deze. Natuurlijk heel andere kleurtjes dan in het boek staan. En in het boek is volgens mij over het algemeen ook echt gebruik gemaakt. Juist van duurzame garens. En dat doe ik dus helemaal niet. Maar ja. Ik heb die restjes nu eenmaal liggen en ik wil ze gewoon graag opmaken. En ik ben nu tot hier gekomen. En ik moet zeggen, met elke, sorry, met elke kleur die erbij komt, vind ik hem leuker. Want in het begin, sorry, mijn stem gaat heel raar klinken, maar ik krijg die kriebel niet weg. Toen ik alleen deze kleuren had, toen dacht ik nog, ik weet het niet. Maar nu dit zo erbij komt, denk ik, ja, leuk. Heel leuk. En er komen nog veel meer kleurtjes bij ook. Kijk wat ik nog heb liggen. Komt nog oranje. En ik laat wit, fuchsia en lichtblauw volgens mij uit mijn hoofd. Daar heb ik iets meer van, dus die laat ik iets vaker terugkomen. Maar dit haakt zo lekker weg. Het is echt een heerlijk patroon. Nee, ik haak hem dus met dubbele draad. Dus als lichtblauw aan de beurt is, pak ik gewoon 2 bollen. En dan pak ik 2 draden samen. Maar van een, ik weet even niet welke kleur, was er nog maar 1 bol. Maar dan kun je dus gewoon de draad uit het midden pakken en de draad aan de buitenkant. En dan kun je ook prima met 2 draden tegelijk haken. En als dat lastig is, dan kan ik ook nog even de helft afwikkelen en apart opwinden. Dat ik 2 aparte bolletjes heb. Dat is allemaal mogelijk. En ik pak ook wel eens 2 tinten. Ik weet niet of ik er nog restjes van heb. Ja. Kijk. 2 tinten blauw. Die. Nou, ik kan het een beetje zien. Die zijn niet hetzelfde. Die is iets groener en die is iets blauwer. Maar ja, die heb ik. Als ik die samen pak, dan is het gewoon. Prima, die heb ik dus hier als laatste samengepakt. Nu is deze laatste strook blauw, dus iets minder blauw. En lijkt hij iets meer op deze. Maar goed, weet je, het is een restjesteken, dus dan moet dat ook kunnen. Ik wil wel elke toer helemaal afmaken met dezelfde kleur. Dus ik ga niet halverwege een toer van kleur wisselen. Dat lijkt me niet zo heel mooi. Nou ja, een heerlijk project. En wat ik ook grappig vind, ik zie nu zoveel van die adventsprojecten langskomen waar mensen elke dag een strengetje ophaken van prachtig handgeverfd garen. En toen dacht ik, ja, ik heb dus niet zo'n adventskalender gekocht. Ik heb er nog over nagedacht. Maar ik vond het heel veel geld. En daarom heb ik het dus niet gedaan. Maar misschien volgend jaar wel. Maar toen dacht ik dus, nou, misschien is dit een beetje mijn adventsproject. Elke dag 1 of 2 kleurtjes. En dan heb ik ook zo'n leuk december groeiproject waar je iets moois tevoorschijn ziet komen. Dus dit is het ene project waar ik mee bezig ben. En dan ben ik nog met 1 ander project bezig. Even kijken. En die staat in dit gave boek. Knit This. Van Veronica Lindberg. Kutova Kika heet ze op Instagram. En, oh, die heeft zo'n mooi boek gemaakt. Leuk is dat ze maakt gebruik van kleur, maar ook van neutraal.
bijvoorbeeld zo'n jurk of rok wat ze hier draagt, dat zou ik zelf ook echt zeker aantrekken. Maar ik zou dan niet per se zo'n neutrale kleur erop doen. Ik zou dan zelf denk ik een roze trui erop doen. Maar ja, waarom ook niet deze kleur? Maar ik zag dus deze trui bijvoorbeeld bij iemand in het rood, een beetje kerstrood. Oh, die was ook wel echt heel erg mooi. Dus deze staat inmiddels ook een beetje op mijn wensenlijstje. Maar ik ben bezig met deze trui. De Stay Up Till Dawn sweater. Deze, daar ben ik mee bezig in het roze. Ik heb hem de vorige keer ook al laten zien. Toen was ik nog bezig met de raglan. En inmiddels heb ik de mouwen apart gezet en ben ik al bezig met het lijf. Ja, het is best dik garen dus, en dubbele draad, dus dat gaat lekker snel. Even kijken. De bollen zitten erin. Even zien. Kijk, ik ben nu zover. Dus de mouwen staan apart. En het lijf is, ik laat hem even ondersteboven zien, is nu zover. En ik heb berekend met een truitje die ik al heb, die ik heel fijn vind, maar die dus niet van wol is. Dat ik nog 5 centimeter, dus tot hier ongeveer, erbij ga breien en dan het boord. Ik heb namelijk meer aan korte truitjes, want ik draag dus net als nu veel jurkjes. En ja, dan is zo'n korte trui leuker dan dat die heel lang net op je heupen valt. Dat vind ik niet zo mooi. Dus dat gaat al lekker snel. En dan de mouwen nog. Die heb ik apart op een losse kabel gezet. En toen ik dat gedaan had, toen kwam ik er dus achter dat ik een steekje had laten vallen die er ook nog bij op moest. Maar goed, die heb ik even los op een steekmarkeerder gezet, zodat hij er niet af kan vallen. Want ik wist ook even niet hoe ik dit snel op moest lossen. Ja, ik durf dan niet dit stukje terug eruit te steken, zodat dit dan misschien gaat vallen. Maar goed, dat komt wel. Op het moment dat ik de mouwen ga breien, dan heb ik hem er zo weer opgepakt. Het is gewoon allemaal recht breien de hele tijd. Maar dat vind ik niet erg, want ik doe het voor de eerste keer. Ik heb wel bedacht, als ik nog een trui brei, dan wil ik wel iets meer uitdaging met een klein beetje kleurwerk of een bijzonder steekje dat je bijvoorbeeld van die druppels of iets leuks maakt. Nou, ik ben er zo'n beetje dom geweest, want ik heb scheef gekeken toen ik de kraag op ging zetten. En de kraag is dus echt strak. Kijk, hij is nu enkel, maar je vouwt hem naar binnen, zodat je een dubbele kraag hebt. Lijf. Zo. En die zit nu echt om mijn nek, maar die hoort dus eigenlijk iets meer op je schouders te vallen. Ja, nu kan ik twee dingen doen. Sowieso de trui afmaken. Ik ga dit niet uithalen helemaal terug. Dat heeft geen zin. Omdat ik met twee draden brei, is dat ook eigenlijk bijna niet te doen. Ik brei trouwens met deze twee samen. De Drops Baby Merino en de Drops Melody. Maar ik kan hem, als die af is, blokken en ja, dit wat wijder maken. Maar ik zie nu al, ja, dan gaan die steken zo uit elkaar trekken. Ik weet niet of ik dat wil. En nu, en voor de breisters onder ons, reageer alsjeblieft hieronder als het niet kan. Maar wat ik had bedacht is, ik zou hier steken op kunnen nemen na de eerste of tweede meerdering. Nu zijn het er bijvoorbeeld 50, maar als ik hier steken onder een meerdering opneem, dan heb ik er bijvoorbeeld 62. Dan dit losknippen, zodat ik alleen deze steken nog op de naald heb staan. En dan met 62 steken het boord die kant op breien. Dus je bent eigenlijk zo begonnen, maar dat ik een nieuw boord erop brei. Maar goed, ik ben dus eigenlijk in mijn hoofd zou het moeten kunnen en heb ik al bedacht dat ik dat ga doen, maar misschien zijn er hier wel breiers die dit zien en die denken: nee, dat moet je niet doen. Dat gaat helemaal fout. Dan gaat het mis. Nou ja, zeg het dan maar graag, want dan
Moet ik het op een andere manier op zien te lossen. Want ja, dit vind ik toch echt te strak in mijn nek. En dat prikt een beetje. En dat vind ik niet fijn. Het mag wel ietsje. Ja, zoals zij hem in het boek ook heeft. Ik heb dus gewoon... Ik dacht, ik wil hem niet te wijd. Ik draag meestal maat S of M. Dus ik had wol gekocht voor maat S. Die had ook hetzelfde verbruik. Voor maat X, S en S. Maar ik heb dus per ongeluk steken opgezet voor maat XS. Nu heb ik wel hier aan het eind van de raglan een extra meerdering gemaakt. Dus kijk, hij valt echt prima hier op het lijf. Dat is echt geen probleem. En de wol is licht en zacht genoeg. Ik wilde ook niet per se hele wijde mouwen. Een beetje, gewoon een beetje. Dus dat is allemaal prima. Het enige probleem zit hem hier bij de kraag. Daar had ik gewoon... toch meer steken moeten opzetten. Zodat hij ietsje beter om je nek valt in plaats van op je nek. Maar goed. Komt goed, toch? Ik bedoel, dit moet gewoon goed kunnen komen. Ik heb daar wel vertrouwen in dat dat lukt. En, superleuk. Heerlijke kleurtjes. Word ik heel blij van. En, ik had eerst bedacht dat hij af moest voor de kerst. En toen zag ik bij Chantal van Studio Breinwerk. Zij heeft al heel lang Instagram op een andere naam. Weet ik even niet. Breidagboek van Chantal. Denk ik. Maakt niet uit. Maar ze heeft nu bij Breinwerk op Instagram. Maakt ze steeds korte leuke filmpjes. En dat ging ook over dat moeten. En toen dacht ik ja... Ik had dus bedacht dat ik als ik 6 toeren per dag van het lijf zou breien. Nou, dan zou dus afgelopen weekend het lijf af geweest zijn. En dan had ik precies nog 1 week voor de ene mouw. 1 week voor de andere mouw. En dan was die voor kerst klaar. Nou, dat was inderdaad een hele leuke gedachte. Maar toen er een paar dagen verstreken waren en ik had geprobeerd 6 toeren te breien. Toen had ik er de volgende dag geen zin meer in. Ik denk, moet ik weer aan die trui? En toen zag ik precies dat filmpje. Toen dacht ik, aha. Daardoor dus, omdat het moet. En nu heb ik juist dat ik 's avonds op de bank ga zitten als de kinderen op bed liggen. En dat ik denk, oh, ik ga heerlijk even aan die trui breien. Dat is ook de reden dat ik nu maar 2 projecten wil. Dat die keuze ook wat minder is. Ja, misschien komt die uiteindelijk wel af voor de kerst of oud en nieuw. Ja, prima. En anders dan werk ik er lekker in januari nog aan verder. Maar het geeft me nu even rust dat ik maar met 2 projecten tegelijk bezig ben. En... Dat zeg ik nu wel, maar het zou best kunnen dat ik van de week opeens iets opzet, omdat ik een idee heb. Maar ik heb ook een lijstje. Ik maak altijd een lijstje in mijn telefoon met waar ik mee bezig ben. Nou, er staan nu dus maar 2 projecten op. En ik heb daaronder een lijstje met wat ik wil gaan maken. Dus echt de plannen die ik heb. Nou, daar staat bijvoorbeeld een project voor Gek op Haken op. Daar kan ik nog niet zoveel over zeggen. Maar dat moet gehaakt worden. Daar ga ik in januari mee starten. Daar staat op dat ik nog sokken wil breien voor mezelf. Nog een restje steken van andere wol. Die wil ik nog gaan haken. Een trui met dit garen. Dat garen heb ik al gekocht. Dat ligt al klaar. Super lekker zacht. De R van Drops. En daaronder heb ik dan nog een lijstje met wat vage ideeën. Zoals bijvoorbeeld een colorwork trui. Voor mezelf. Of sokken voor de kinderen. Dus ik heb nu ook niet echt iets waarvan ik zeg van, oh, mijn vingers jeuken om dit of dat project op te zetten. Ja, deze wel, maar ik moet van mezelf eerst die andere trui afmaken. Want het heeft niet zoveel zin als ik 2 onafgemaakte, onafgebreide trui heb liggen. En die deken geeft me heel veel voldoening met haken en die andere met breien. Dus het is gewoon even lekker zo en... Ik moet ook zeggen, nu, als ik nu op Instagram scroll en ik zie allerlei kerst- en winterhaaksels en breisels langskomen, dat het eerder een gevoel van, zo'n gevoel van, oh nee, oh ja, het is allemaal heel leuk, maar niets in mij heeft nu nog het gevoel van, oh, dat wil ik ook maken, of oh, ik wil ook nog dit voor kerst of dat. Nee, ik ben nu gewoon blij, ik heb superleuke kerstballen in mijn boom hangen. Ik heb genoeg kerstdecoratie gehaakt de afgelopen jaren die lekker... in huis staan. En dat is even prima zo.
Ik ben dit jaar van plan om nog één filmpje te maken en dat ga ik lekker in de kerstvakantie doen. Ik wil dan geen vrolijk haaknieuws zoals dit met waar ik mee bezig ben, maar een filmpje met alles wat ik het afgelopen jaar heb gehaakt of gebreid. Ik ben al begonnen met een lijstje te maken. Nou, dat is echt niet normaal. Ik heb nu al iets van 25, 30 dingen en ik ben nog maar in... Ik heb nu ongeveer 7 maanden heb ik het bijgewerkt. Dus ik ben benieuwd. Dat wordt vast een hele lange lijst. Maar dat is ook wel leuk, want dan moet ik echt proberen om maximaal 2 minuten over ieder project... of 1 minuut over ieder project iets te zeggen en dan weer naar het volgende. Dus een soort terugblik en ondertussen babbel ik een beetje over wat ik van het afgelopen jaar vond en wat ik volgend jaar wil en niet wil. Weet je dat? En dan in het nieuwe jaar ga ik weer lekker verder met vrolijk haaknieuws. En wel grappig, dat hoorde ik Sarah van It is a Sarah pas zeggen. Die zei, oh, het is filmpje nummer zoveel en ik ben zoveel jaar oud. Nou, dat heb ik nu vandaag. Want dit is filmpje nummer 27 en ik ben inmiddels alweer een paar maanden, ruim een half jaar. Ik ben alweer bijna jarig. In april ben ik 27 geworden. En dacht, nou, dat vertel ik eigenlijk nooit. Het is misschien wel eens leuk om te zeggen. Ja, ik ben best nog wel... ik ga richting de 30, maar ik voel me nog niet oud. Dus laten we dat maar zo houden dan, hè. En ik vond het heel leuk als je weer naar deze video keek. Ik geniet altijd van reacties. Ik probeer erop te reageren. Ik vind het ook heel fijn als je je abonneert op mijn kanaal. Ik ben aan het proberen om de 1000 abonnees te halen. Want ik heb gezien dat er dan een soort programma is op YouTube. Waarbij je ook geld kunt verdienen met je video's. Nou, ik vind het natuurlijk super leuk om dit te doen. Maar ja, als ik er ook nog geld mee kan verdienen. Dat zou dan echt nog super leuker zijn. Dus ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal. Dan zou ik het super waarderen als je dat even wilde doen. En... ik hoop dat je het weer een leuke video vond. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Doei, doei, doei.